Marianne Vos en Lars van der Haar. Beiden grote kampioenen die de truien met speelsgemak binnen lijken te slepen. Toch willen beiden niet spreken over een gemakkelijk NK. Iedereen verwacht ook dat ik zomaar ga winnen, maar je krijgt het nooit cadeau en met veldrijden zeker niet. Het wordt een hele zware strijd, denk ik. Er zijn twee jongens die denk ik enorm goed in vorm zijn en ook lastige kandidaten om eraf te rijden zijn. Dat zijn Thijs van Amerongen en Corné van Kessel. En natuurlijk maak ik kans en ben ik toch favoriet, maar zij maken ook zeker kans. We zijn weg met Lars van der Haar, uitstekend weg zelfs. En er wordt onmiddellijk gevolgd door Niels Rubben. In de wedstrijden van Vos en van der Haar bleek al die vooraf ingebouwde voorzichtigheid eigenlijk niet nodig. Vos reed in de beginfase even samen met Sabrina Stultjens. Van der Haar kreeg in de beginfase tegenstand van Kessel en van Amerongen, maar ging er al snel alleen vandoor. Marianne Vos reed ook het grootste gedeelte van de wedstrijd over het mooie en zware parcours in Gasselte alleen vooruit en ging onbedreigd naar de overwinning. Net als Lars van der Haar. Nog een jaar in die mooie rood-wit-blauwe trui, wat voor gevoel is dat? Ja, heel goed. En misschien rij ik er helemaal niet meer in, hè, als we over 3 weken die andere trui kunnen pakken. Ja, zit je daar een beetje op de aas alweer? Nee, niet helemaal. Ik ben natuurlijk wel mee bezig, maar het zou mooi zijn als het lukt. Maar ik denk dat het podium realistischer is. Hé, hey Marianne, het werd bijna spannend. Ja, in de eerste ronde inderdaad. Sabrina Stultjens had een hele goede start en die zette hem al behoorlijk onder druk. En dan moet je natuurlijk mee. En dan weet je ook wel dat het rondje dusdanig zwaar is dat je vooral ook niet te gek moet doen en gewoon je eigen ritme moet pakken. Altijd toch weer een fantastisch moment. Ik heb eigenlijk van ronde 1 op kop gereden en ik ben er niet meer vanaf geweest. Ja, ze hebben het me moeilijk gemaakt, maar ik ben alleen met mezelf bezig geweest en niet met de rest. Ik heb weinig ook omgekeken, heb alleen maar voor me uitgekeken en de wedstrijd gereden zoals ik hem wilde rijden. En daarmee heb ik ze heel goed onder druk kunnen zetten. En eigenlijk was ik van Kessel al kwijt, maar die blijkt 1 keer door het zand te fietsen en die zat er in 1 keer weer bij. Toen dacht ik wel even van hoe kan dat nou? Maar ik denk, dan rijd ik nog een keer de klim volle bak op en toen was die eigenlijk weer gelost. Hier was de concurrentie niet zo heel erg sterk, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar na het WK, ja, Katie Compton, daar moet je nog even mee afrekenen. Want die maakt het je dit seizoen wel lastig, hè? Ja, nou ja, als je kijkt naar de wereldbekers, dan is zij absoluut de beste. Steekt er tot nu toe ook wel bovenuit. En heeft ze een heel stabiel, heel goed seizoen. Ja, en dat zorgt ervoor dat ik ook niks mag laten liggen. En boven mezelf zal moeten uitstijgen op de WK.